Oké, vorig jaar waren we bij de antiracisme demonstratie. En kon je waarschijnlijk wel heugen dat we belaagd werden door Antifa. Wat vind je er nou van dat het gezegd is? Thierry Baudet? Anticapitalista! Anticapitalista! Als je Thierry dood moet schieten? Anticapitalista! Dat kan je toch niet zeggen? Dat kan je toch niet maken, man? Wordt gewoon opgeroepen tot moord! Wat is dit? Ja, je loopt er ook bij. Wat vind je ervan dan? Nee, maar serieus. Hoe kan je zulke opmerkingen maken? Hoe kan je zulke opmerkingen maken over een politicus? Hoe kan je dat zeggen dan? Hoe kan je dat zeggen dan? Ik zie een van de mensen nu meelopen. Dus ik ga nu even kijken of diegene ons nu wel te woord wil staan. Of worden we weer belaagd? Hey, bekend gezicht. Hoe gaat het met je? Oh, jij bent die gast. Goed, man. Goed. Ja? En loop je nu vandaag ook weer met Antifa? Nee. Waar is Antifa dan? Je liep toch mee de vorige keer? Ja, ik liep mee. Daar is toch niks verkeerds mee, antifascist zijn? Maar wat vond je ervan dat wij toen belaagd werden? Ja, daar was ik niet echt bij. Belaagd worden? Kijk, dat kan je verwacht worden. Ik ben een paar keer belaagd. Jij bent een paar keer belaagd. Tuurlijk, het is fucked up om altijd belaagd te worden. Maar dat is ook wel deel een beetje van naar protesten gaan, man. Ja. Ja. Dat is normaal. Op protesten? Wel ja. Ja, dat is het hele punt ervan. Belaagd worden, dat hoort erbij. Dat moet je ook wel verwachten. Maar het kan toch ook op zo'n manier? Wij praten nu gewoon rustig met elkaar. Ja, tuurlijk. Dat kan. Dat kan. Maar het kan ook anders. Alles kan. Ik zeg niet wat kan en wat niet kan. Maar liever toch gewoon zonder geweld? Nou, ik denk dat het eraan ligt, man. Een soort van, ja, hier wel. Ja, in Nederland is het geweld nu niet echt nodig. Nee, in Nederland niet. En wanneer is geweld wel nodig? In Chili bijvoorbeeld, daar hebben we nu een fucking harde strijd tegen onze fucking kut-president. En daar is het wel nodig. Ja. En waarom is het daar in Chili wel nodig? Wat gebeurt daar dan dat jullie zeggen van oké, we kunnen binnen de rechtsstaat niet ons gelijk halen, dus we gaan het gewoon buiten de rechtsstaat doen? Omdat in bepaalde situaties waar mensen elke dag geweld ondervinden en begaan, door niet te kunnen eten terwijl ze fucking elke dag werken, gefouilleerd worden zonder reden, dat er mensen verdwijnen, dan is geweld in de zelfverdediging de enige oplossing. Ik bedoel, je gaat je mensen niet zomaar mishandeld laten worden. Nee, maar dat snap ik. Dus ik snap dat punt. Daar ben ik ook met je eens. Alleen, ons punt was meer van, ja, in Nederland, weet je, dan hoef je het niet zo aan te dikken. Ja, daar zou ik het wel met je eens kunnen zeggen. Maar goed, oké, even over de issue. Je loopt vandaag mee met de Women's March. Wat is de, waarom eigenlijk? Ik denk ook heel veel, en het is enorm niet mainstream om te zeggen, maar het is een heel bekend punt dat vrouwenproblemen, het is opgelost. Het is een ding van vroeger. Vrouwen zijn, en ik vind eerlijk gezegd van niet, ik denk dat er heel veel dingen zijn op te lossen. Bijvoorbeeld, een heel groot ding is het is een beetje luid. Het recht om vrouwen niet serieus te nemen met bepaalde dingen, zoals verkrachting of dat soort dingen. Er wordt bijvoorbeeld heel veel gezegd, ja, vrouwen overdrijven als iemand beschuldigen van verkrachting of aanranding, dan zitten ze over te liegen. Terwijl, statistiek gezien, zijn er evenveel false reports met verkrachting als met elke andere misdaad, zoals bijvoorbeeld diefstal. Maar daar is toch iedereen het wel mee eens? Ik ben het ook mee eens. Ja, en daarvoor moeten we opkomen. Ik zeg ook niet dat andere mensen niet mee eens zijn. Ik zeg dat het iets waardig is om mee voorop te komen. Maar het punt is, kijk, op het moment dat je dan meeloopt, dan wordt er een suggestie gewekt dat mensen het er niet mee eens zijn. Dus wat is het, als iedereen het er mee eens is, waar gaat het dan mis? Ik denk, je hebt natuurlijk de mensen die ermee eens zijn, wat we zouden kunnen zeggen, ja. Maar ik denk dat er ook heel veel soort van, ja, er is heel veel gepolariseerd in de laatste jaren. Ja, daar zijn we het allemaal mee eens. Dat hebben we meegemaakt. Ja, dat hebben we meegedaan. Vooral in de hele wereld eigenlijk, niet alleen maar in Nederland. Maar er is heel veel gepolariseerd. En ja, in een tijd waar je meer gepolariseerd wordt, dan moet je ook wel opkomen voor je mening. Ik bedoel, het leven is uiteindelijk best wel politiek. En je moet wel, en je kan niet, ik vind het niet een goed standpunt om te zeggen, er is hier niks te doen, er is geen politiek. En als je niet voor Nederlandse vrouwen opkomt, dan kan je ook voor andere landse vrouwen opkomt. Er wordt bijvoorbeeld ook heel veel kritiek gemaakt jullie geven bijvoorbeeld niet om vrouwen in Saudi-Arabië of zo. Maar ik denk dat iedereen is daarmee eens. Maar daarvoor moeten we juist opkomen en bijvoorbeeld onze regering pressuren om landen zoals Saudi-Arabië hun steun terug te trekken naar dat soort dingen. Terwijl in die landen constant mensenrechten worden en daaronder ook vrouwenrechten worden misbruikt. Precies, maar precies wat jij zegt, weet je, in heel veel islamitische landen nemen ze niet zo nauw met vrouwenrechten.
En dan hebben wij zoiets als rechts-Nederland, als ik voor rechts-Nederland mag praten, dan vinden wij dit niet helder, weet je, zo'n vlag, dat snappen wij dan niet. Bij Women's... Maar ik denk... uitleggen aan de kijkers? Wacht. In het geval van Palestina, in dit geval, dat is heel anders. Ik bedoel, in het geval van... Palestina is soort van... Het is niet echt een land, om het zo te zeggen. Het is meer een... Ja, het is een staat, maar het heeft niet echt een staat. Het is een territorium, laten we het een territorium noemen, met verschillende facties erin. Maar in dit geval, Palestina, ja, de Palestijnse demonstraties zijn eigenlijk bij elke demonstratie. Maar dat heeft meer te maken, denk ik, met mensenrechten. In dat in de Palestina-bezetting door Israël elke dag ook mensenrechten worden geschonden. Ja, maar dat snap ik, dat je misschien het idee hebt van dat er ook mensenrechten worden geschonden in Gaza. Maar op het moment dat je voor vrouwenrechten bent, dan is het toch apart dat je voor Palestina bent. In de zin van, zo'n march zou je bijvoorbeeld niet in Palestina kunnen houden. In Iran, in islamitische landen. Dus... Nee, maar we moeten niet Iran en Palestina gaan samenvoegen. Ik denk dat Iran en Palestina... Ten eerste, Iran is inderdaad wel een islamitisch land. En daar zou ik ook moeten tegen protesteren, tegen de regering. En dat zou ik ook graag doen. Maar niet op de manier, bijvoorbeeld... we gaan weer nu naar Iran. Amerika had plannen, of er was op een gegeven moment, iedereen was bang, derde wereldoorlog, Iran wordt binnengevallen. Maar dat is nooit de oplossing. De hele situatie Iran, Irak, dat is juist door en Palestina doorgekomen. Zoals door landen zoals Israël, Amerika en Engeland, die in 1949 de Arabieren het land hadden, zeg, als jullie tegen het Ottomaanse Rijk opkomen. Al eerder, sorry. Het Britse mandaat. Ik ga niet de geschiedenis uit. Oké. Omdat die mensen daar in het Midden-Oosten zich in een situatie vonden van... dat ook een polariserende situatie werd. En dan het inderdaad... Helaas hebben ze voor het fundamentalistisch islamitisch gekozen. Omdat dat in die tijd de enige ideologie was die hun toeliet hun eigen land te hebben. Maar wat ik dus heel apart vind, we hebben nu een heel leuk gesprek. Je legt inhoudelijk ook uit wat jouw standpunten zijn. Hoe kan het dat als wij bijvoorbeeld met de camera komen, dat andere mensen dat bijvoorbeeld niet kunnen doen? Want kijk, heb jij het gevoel gehad dat ik jou nu op een bepaalde manier bejegend heb? Nee toch? Je kan wel een beetje zo naar me toe van, joh, vragen. Ik kan een goed gesprek hebben om dat, maar... Ik denk dat het punt is dat als je met een camera naar iemand komt en ze vragen gaat stellen, dat je moet niet verwachten dat mensen dat altijd willen beantwoorden. Ik bedoel, niet iedereen hier is om in het fucking nieuws te komen, snap je? Iedereen wil die aandacht, dus daar heel erg uit je instinct reageer je daar agressief. Want je ziet het als een invasie. Ik bedoel, als je over straat loopt en er gaan mensen met camera, dan heb je ook een reactie van, yo, ga weg. Ja, maar dat kan uitkomen op agressiviteit en geweld. Maar als je meeloopt met een demonstratie, dan wil je toch juist ook aandacht voor je politieke standpunt? Ja, maar dat hoeft niet per se op het individu uit te komen. Daarom zijn het demonstraties. Dat gaat juist om iedereen hier. Dat er zoveel mensen geeft. Dat geeft juist mensen de kans om niet niet haantje de voorste te zijn. Oké, dat snap ik. Een goed argument. Maar iemand die dan bijvoorbeeld wel met een bord loopt van... ik noem maar iets op. No more abortions of more orgasms. Die draagt dan wel uiteindelijk een standpunt uit. Dus als wij dan naar zo iemand toe lopen, dan verwachten we wel van... Hé, leg eens uit. Dat is toch logisch? Dan zo'n vraag stellen. Nee, ik denk niet dat een bord hebben per se... Ik bedoel, ik heb nooit eerder gehoord, een redenatie gehoord van... Ik heb een bord, dus ik wil aangesproken worden. Het is meer van... Een bord is een handig manier om een beetje in de crowd uit te staan. Maar dat betekent niet dat het zo ver hoeft te gaan dat je wil praten. Uitstaan uit de crowd, dus ja. Ja, uitstaan uit de crowd. Maar er zijn toch different... Het is niet zwart-wit, er zijn grijs. En ik zou zeggen, een bord is... De eerste stap om een beetje uit te komen in de staat. En een interview hebben, dat is al helemaal fucking in de spotlight staan. Nou, is goed. Nou, dankjewel in ieder geval voor ons te woord staan. Het ging een stuk aangenamer dan de vorige keer. Was jij er nu niet helemaal verantwoordelijk voor. Dus zo kan het ook. Ik denk dat de verantwoordelijkheid in die straat aan beide kanten ligt. Ik ben het niet mee eens met jullie natuurlijk, maar... We kunnen wel een goed gesprek hebben, toch? Omdat we in Nederland zijn. Dan zijn we afranselen in Chili of zo. In Chili. Chili zou het heel anders zijn. Palestina, whatever. Misschien in de toekomst Nederland. Dan wordt het... Over 2 weken bij de antiracisme demonstratie. Dan gaan we knokken. Knokken toch, hè? Dan gaan we knokken. Hey, succes. Ja, hetzelfde, man.